Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 5% korting. Hallo beste kijkers en welkom dan eindelijk bij de eerste aflevering van Road to Eredivisie. De meest gevraagde serie van de afgelopen maanden. We gaan weer proberen om het beste mogelijke Eredivisie team te maken, inclusief de informs natuurlijk. Die ga ik misschien later halen door middel van wagers, et cetera. Maar eerst moeten wij beginnen... Met een bronsteam. We gaan over naar zilvers. We gaan gouden kopen. We kunnen natuurlijk met ons starterteam. En ik moet zeggen dat ik dit keer enorm veel geluk heb met mijn starterteam. Dat zal je dadelijk al zien als het hele team een beetje bij elkaar komt. Maar je ziet hier eigenlijk al meteen dat ik een aantal Duitsers heb die ik goed kan linken. En ik heb ook best een aantal Engelsen die ik gewoon bij elkaar kan zetten. Zodat ik al ik in het begin de chemistry heb. Wat is natuurlijk de allerbelangrijkste, goede chemistry. Ik ben hier ook een beetje aan het rondschuiven van wat zal ik nou eigenlijk gaan doen. Want ik kom alle kanten eigenlijk wel op. Meestal blijf ik in het begin bij een 4-4-2, omdat ik dat toch wel heel fijn vind, gezien dat het een gebalanceerde formatie is. En aan de andere kant dacht ik, waarom zal ik niet eens een keer iets anders doen? Want je doet altijd hetzelfde. Het gaat altijd wel goed, maar ik wil toch wat meer variatie. Want normaal doe ik eigenlijk altijd wel met Rotor Glories dat ik uh, bij de 4-4-2 blijf. Ook wil ik nog zeggen. Een aantal mensen die vragen zich toch wel af waarom het zo lang duurt om coins te krijgen. Dus ik wil nu even aan jullie zeggen: als jullie ook bij mij coins willen kopen, want ik heb een aantal nog over. Dus ik zal eenmalig. Zal ik ook een paar coins verkopen. Ik heb ze ongeveer 10 miljoen of zo. En ik verkoop ze voor uh, 1 euro per 100k. Met de garantie dan dat als je mij op Twitter het vraagt. Dan zal ik meteen daarna gewoon. De speler kopen. Dus er zit gewoon Nederlands contact tussen. En je krijgt in principe meteen je coins. Dus je hoeft, niet, je hoeft je ook niet bang te maken voor uh, customer support. Want aantal mensen vinden het toch wel lastig voor die customer support. Dus ik bied nu eenmalig aan. Ik heb nu wat over. Dus als jij geïnteresseerd bent in coins. Dan moet je even naar mijn Twitter gaan. En dat aan Twitter op mijn vragen in. Dus even vanaf daar zullen we verder gaan werken. En dan is dat daarmee ook wel gezegd. En dan gaan we dus nu over. Je ziet hier een team. We hebben eigenlijk... Enorm veel chemistry. We zitten hier nu op 84. Maar we hadden nog iemand van FC Groningen. Deze man. Die bracht ons team uiteindelijk op 87 chemistry. Wat zeker niet slecht is voor een allereerste wedstrijd. Dus we gaan we met ons team, met de naam Sucklebane, gaan wij tegen deze tegenstander Letje FC. Hij heeft dan Lewandowski natuurlijk geleend. En voor de rest 54 chemistry. In de eerste wedstrijden moet je gewoon zorgen dat je het meeste eruit haalt. Gewoon veel scoren. Zoveel mogelijk muntjes. Ik had ook een aantal coin boosts gekocht. Zullen we dus nog eens 200 coins krijgen boven iedere wedstrijd. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik begin aan een uh, Road to Glory. Of eigenlijk gewoon aan een nieuw account. Je krijgt wat meer coins. Waar je dus in het begin uh, vooral heel veel aan hebt. Nog veel meer dan eigenlijk in de latere fases. Hier blijf ik gewoon heel rustig. De pie schiet hem erin. Wel, kom ik er pas later achter dat ik er niet de upgraded versie van de Pi had? Die ga ik ook nog kopen. Uh, ook wil ik zeggen. Guardado en uh, De Pai zijn nu twee PSV-spelers. Daar komt er nog eentje bij. En de rest is allemaal non-PSV. Om het gewoon van iedere club een beetje wat te houden. Ik ga overigens gewoon kijken uh, hoe ik moet spelen. Qua formatie en zo. Dat zie ik allemaal later. Maar jullie kunnen natuurlijk ook je inbreng hebben. Je kan gewoon een comment achterlaten van welke spelers nou echt goed zijn die je zelf hebt geprobeerd. En zegt: Hey Matthijs, jij moet deze speler ook echt eens een keer gebruiken. Zeg dat dan in de reacties. En dan zal ik daar rekening mee houden. En kijken of ik die. Uh, in de opkomende aflevering, dan kan aantrekken. We winnen dus de eerste wedstrijd. Best wel comfortabel. Hij stopt ermee. En we gaan dus in de tweede wedstrijd. Krijg een aantal coins. Maak nog geen nieuwe aankopen. Want ik wilde een paar uh, aankopen achter elkaar doen. Gezien wij dus nu die mooie Duitse en Nederlandse combinatie hebben. Dus we komen tegen dit team een aantal gouden, maar veel te slechte chemistry. Dat resulteert dus in een heel erg slottige tackle. Waardoor ik een penalty krijg. En deze ga mij. Gewoon nemen met Kruse, Onze Duitser, die eigenlijk verrassend goed, goed kan schieten nog. Linksbenig is altijd ook wel fijn voor een spits, gezien de meeste spelers rechtsbenig zijn. We gaan lekker voor de Panenka. Om een beetje een extra vernedering effect erin te verwerken. Kom hier nogmaals met de Pai. De Pai speelt zich vrij door middel van wat technische bewegingen. En schiet deze heel erg prima in de korte hoek. Gezien die korte hoek. Veel te overpowered is, daar is eigenlijk bijna niks tegen te doen. Zelfs al heeft de pai twee sterke zwakke been. Oftewel, hij heeft eigenlijk gewoon geen tweede been. Maar hij schiet daarna wel met zijn sterke been. Ook de 3-0 erin om het jantje te voltooien. En we gaan steeds verder door. In de eerste wedstrijden krijg je meestal van zulke grote monsterscores. Omdat verdedigers gewoon niet doen wat ze moeten doen. En spelers raken gefrustreerd, maken stomme fouten. En daar kan je dan alleen maar gebruik van maken. Hier blijven we gewoon een beetje doorschieten. Nog een goede kans. De 5-0 bleef nog eventjes uit. Maar dat duurde niet heel veel langer. Hier komt Cruise. Schiet er nog voor het einde van de eerste helft tot de 5-0 erin. Dus dat ziet er allemaal heel lekker uit. En dan gaan we hier nogmaals verder. We geven hier de paas op Max Krusen. Max Kruse die blijven naar doorrennen. Speelt eigenlijk gewoon de keeper veel te simpel uit. En zo scoren wij. De 6-0. En zo kan die goals nog wel eentjes door. Maar ik heb ze niet allemaal laten zien. Ik heb al twee eventjes geskipt. Want ik dacht van ja, dan duurt de video te lang. Dus ze hebben met 8-0 gewonnen. Best prima. Eerst twee wedstrijden gewonnen. Dus als je nou een like achter kan laten. Komt er binnenkort de aflevering 2. Ook kan je abonnees niet te danen hebt En je kan bijvoorbeeld op Twitter links in de beschrijving staan. En dan tot de volgende video jongens. Later.